Het is vroeg en er hangt nog wat mist. Op het water dobberen wat jonge vogels. Meerkoeten, waterhondjes of eendjes. Nee, het zijn de jongen van de dodaars. Een kleine futachtige die voornamelijk leeft in moerasgebieden. Het is een kleine, gedrongen en schuwe watervogel. Telkens duikt de vogel wel zo'n 2 meter onder water om voedsel te pakken voor zichzelf of voor de jongen. In deze periode eten ze voornamelijk vis, maar ook insecten, larven en kleine schaaldieren. De schuwe vogels trekken zich bij enige onrust direct terug in de rietkraag om zich schuil te houden. Het is dan ook belangrijk dat er veel oevervegetatie aanwezig is aan de waterkant. In keurige, goed bijgehouden watertjes zal je deze vogels dus niet snel aantreffen. Heel voorzichtig komen de jongen na een tijdje weer wat meer uit het riet om te kijken of alles weer veilig is. Na een tijdje dobberen ze weer ongeduldig achter hun moeder aan, die zichtbaar moeite heeft deze vis weg te werken. In heel Europa broeden zo'n 80.000 paartjes, waarvan in ons land zo'n 2.000. Best bijzonder dus dat dit paartje dodaarzen heeft gekozen om hun nest in Ede te maken. In de winter trekken dodaarzen vaker de binnensteden in. Dus wie weet zien we een van deze jongen komende maanden in andere Edese vijvers opduiken.